Kijk, komt-ie. Mocht jij snel te goed willen halen voor FIFA Points, check de eerste link bovenaan in de beschrijving. Hey kijkers van Michael Sturms, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe H2H met FC Groenlie. We spelen met Galatasaray, want dat hebben jullie achtergelaten. Super chill. Dank voor alle reacties. Vergeet Karis zijn reacties niet te liken. Vergeet die blauwe duimpje omhoog. Achterlaten, vergeet te abonneren op de Dutch Club. Vergeet die abonneren op FC Roelie. Zo, ik neem je alle woorden uit de mond. Of niet dan? Dankjewel. Alsjeblieft. Dan kunnen we een potje gaan knallen. Vorige keer verloren in de laatste minuut. Laten we het daar nooit meer over hebben. Ja, nee. Als we nu een penalty krijgen, mag ik hem weer nemen? Nee, ik neem hem wel. Nee, ik mag hem weer nemen. We gaan het lijstje af. Oké. Nou, ik ben er klaar voor. Mogen de beste winnen en de beste heeft een pizza. Oké, deal. Ja, klinkt dat goed? Dat lijkt zeer aanlonkelijk. Ik neem nu een penalty, hè? Let op, hè? Hoppatee. Tegengescoord. Oh, ik deed een trickshot op de lat. Tegengescoord. Soms zit ik wel eens over te denken om mijn baard af te scheren. Echt? Ja, maar ik heb het een paar keer gedaan en dan zie ik er echt weer uit als een 13-jarige. Dus laten we dat gewoon maar niet doen. Ik keek vandaag een video dat ik echt een dikke baard had en een snor. Dat dacht ik echt van zo de... ik had zo'n sickie, weet je wel? Oh ja. Misschien ken je die periode nog wel. Ja. Die periode. En ook nog die periode van jou dat je altijd met een oorbel liep. Ja, die had ik ook toen nog, inderdaad. Een lekkere diamant in je oren. Ja. Wat vind ik dat fijn. Oh, stomme roodharige scheidsrechter. Dat zag je helemaal verkeerd. Ik vind Wesley een goede dribbelboef dit jaar. Nog niet geprobeerd. Nu voor het eerst. Ik heb nu voor het eerst de bal met Wesley. Oh, jongens. Wat een moment. Ga maar voor. Zo. Wat een slechte positionering. Ja, om te janken. Tegen wie spelen? Ah, Liver. Wat is er in weer? Oh, beter. Hè? Wat werd er op ons... Oké, komt hij uit bij de tweede paal. Woeie! Roelie! Ja? Wat deed jij? Ikke. Ja. We gaan het kijken. Mark en Koen die hebben nu een soort van video aan het opnemen, denken we. En op het moment dat ze zeg maar een goal tegen elkaar scoren, moeten ze een tweet voor de ander verzinnen. En Mark had gescoord, denk ik. En toen moest Koen tweeten, ik vind echt dat de Kings en video's steeds beter worden met Paul als Ed. En Paul die heeft nu gereageerd, dankjewel man. Terwijl het dus gewoon zo'n tweet was die hij voor... Oh ja! Ah! Terwijl het een tweet was die hij moest sturen, zeg maar. Ja! Oh ja! Score hem! Oh mijn god, wat een koekenbakker! Waarom deed je niet met RB? Binnenkantje voet. Ja. Is dat weer zo OP dan dit jaar? Nou ja, als je dicht bij de keeper staat, wel. Vorig jaar was het echt zo slecht. Laten we er even eerlijk in zijn. Vorig jaar was RB echt slecht. Nou, viel mee. Vanaf dichtbij is dat gewoon de beste manier om af te maken. Huppakee. En erin. Ja, eindelijk. Geen knuffelen, buitenkant. Knuffelen. Beast. Yay. Maar goed dat je niet die andere speler was. Die stond buitenspel volgens mij. Echt, deze gaat hem misschieten, jongen. Dat is het eerste wat ik dacht. Nou. Huppakee. Hey, 1-0. Woe. Daar gaan we. Hartstikke idee. I can't feel my fast when I'm with you. Ik zeg koekelekoe. Let's go, yo. Tweede wedstrijd. Podolski, huppakee, baltovenaar. De Duitse beast. Oh, dat ben jij. Ik dacht dat ik hem bestuurde. Ja, deed je precies alle dingen? Of zat je op een gegeven moment te denken, hey, hoe kan dat? Dat drukte ik niet. Nee, ik wou, toen jij hem de balrol deed, wou ik hem kappen. Toen dacht ik van, hier klopt iets niet. Zo. Mijn excuses. Nou, joh, rooie! Ja, je kan echt goed met hem dribbelen. Zo. Nee! Wat? Zo. Hallo. Huppakee. Knuffelen, Snijder, kom hier! Nou, zo staan we in één keer van 0-1 of 0-0 gelijk in de net voor de rust, naar 10 minuten na de rust. Podolski! Oh, die heeft ook wel overal gevoetbald, man. Die is ook alleen maar achter het geld nu aan het achteraan gaan. Hij speelde bij Inter vorig jaar. Maar ik kreeg gewoon geen speeltijd, wat best zuur is. Maar Galatasaray wel. Dat is wel mooi. En waar voetbalde hij daarvoor ook alweer? In Engeland, toch? Arsenal, ja. Jammer dat bij sommige spelers dan ze gewoon echt één keer... Ja, precies. Kom door. Heb ik gedaan. Kijk, komt-ie. Ah! Snijder! Wat een vent. Huppakee. Nou, goed gedaan. Deed hij mooi. 1-4, ja. Oké, nu zit er maar één ding op. En dat is de keeper uit laten komen. Kijk hem! Wat een beest. Ah, de keeper dood. Hou maar op, joh.
Oké, op naar de volgende pot. Yeah. Let's do this. Southampton tegen Colombia. Colombia, Banio. Waarom Colombia eigenlijk? Omdat Colombia beast is. En ik heb er een shirt van. Niet van aan, maar ik heb er wel een shirt van. Kijk maar hoe beast ze zijn. Would you like some so... Wat? Oh. Oh my god. Daar gaan we. Koek, koek. Oeh, lekker kippetje. Poh, doet hij ervoor. Ja, boom. Huppakee. Krul hem erin. Snap je hem? Freddy Guarin. Stefan Krul. Of course. Huppakee. Huppakee. Lekker hoor. Cuadrado. Lekker hoor. Huppakee. Nice. Hij kan ook dribbelen. Dat kan hij ook. Ja. Weer een onderbreking. Oh. Dat is zo, dat is een beetje als meneertje de boer. Oh ja, weer een onderbreking. Oké, nu komt die hoor. Hup, naar binnen. Hup, naar binnen. En steken. Buitenspel zeker, ja. Hij gaat altijd naar de persoon die buitenspel staat. Lelijk, hè? Lol. Huppakee. Zag hoe die verdedigde dan. Allemaal weg. Allemaal weg. Lol, nice. We hebben nu wel gewoon 3 goals gescoord, waar we ook gewoon allebei aan het dribbelen zijn. Ja. Nou, nice. Doei, afgelopen. Doei. Stop er maar weer mee. Waarom ragequit er nooit iemand? Corine! Zie je, ik zei dan dat hij kon schieten. Nice, nice. Doe een beetje denken aan je Matuidi goal van een paar afleveringen terug. Zo, die was lekker, hè? Ah, Roelie, maak het dan af. Nee, ik wil het mooi doen. Nee, afmaken! Mooi doen. Laten we nou ragequitten, dat is veel leuker. Gaan ze nu doen? Denk je? Ja, weet ik wel zeker. Oep. Ah. Nope. Poink. Zo. Hey. Hey! Wie heeft er gewonnen? Wij hebben gewonnen, yay! Yay! Mensen, wel hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe head-to-head samen met enige echte FC Rulli. Vond je het leuk? Druk dan alsjeblieft even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, de Sturms. En op FC Rulli, mocht je dat gedaan hebben bij Superheld. Laat jouw team voor de volgende keer onder in de reacties achter. En wie weet spelen we wel met jouw team. Zeg ik tegen jullie mensen natuurlijk. Tot de volgende keer. En ciao! Houdoe, gasten.